Minister Uraiki Tramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme is voornemens om nieuwe busroutes te ontwikkelen. De bewindsman is op de hoogte dat er veel buurten zijn waar bussen niet rijden. Als het gaat om de verschillende busroutes, laten we ook kijken als we nieuwe kunnen ontwikkelen. Nieuwe trajecten. Intussen als het gaat om woningbouw, als het gaat om decentralisatie, als het gaat om het volk, dan focust het volk niet meer alleen op Paramaribo. Als we kijken naar Saramaca, die is uitgebloeid. Als we kijken naar Wanica, die is uitgebloeid naar de tweede stad. Als we kijken naar Komowijnen, die is uitgebloeid. Zijn er verschillende trajecten waarbij er ook personen zijn die graag transport, openbaar vervoer willen gebruiken om aan te komen waar ze moeten zijn. Dus ik vraag aan u, als er voorstellen ook zijn van uw zijde voor nieuwe trajecten, als de doelgroep dat nodig heeft daar en u dat herkent, dan kunnen we gezamenlijk ernaar kijken. Voor de bestaande route wil ik u vragen, er zijn al routes die eigenlijk meer dan chockvol is. Ik zeg het gewoon plat, zodat de samenleving dat begrijpt. Maar ik wil u aangeven, behalve deze bestaande route, laten we even kijken naar andere trajecten, andere routes waarbij de samenleving daar baat aan heeft. De minister zegt dat bepaalde routes vanwege het grote aantal passagiers uitgebreid moeten worden. Ontwikkelingen hebben namelijk gemaakt dat er veel meer mensen binnen bepaalde projecten zijn gaan wonen. Er zijn verschillende routes, binnenwegen zelfs. We kennen nog die tijd dat Suriname nog niet volledig tot de 70% geasfalteerde wegen had of betegelde wegen had. Er zijn tal van mensen die nog steeds in de binnenwegen blijven en vervoer nodig hebben. Dus laten we even kijken. Het is zo dat u samen met ons het vooruit kunnen stuwen. U voor uzelf ook eraan kan werken dat uw onderneming draait. Maar laten we even kijken als er nieuwe mogelijkheden zijn om verder ontwikkeling te brengen. Niet alleen voor u, maar ook naar de samenleving ten aanzien van transport. Ja. De controle van het ministerie moet worden opgevoerd wat betreft het ordelijk verloop van dagelijks vervoer van passagiers, meent de minister. Hij doet een oproep aan de chauffeurs om zich te gedragen in het verkeer.